Ja, afgelopen zondag bespraken wij natuurlijk aflevering 4 van seizoen 22 van Wie is de Mol? En we, dat zijn Jochem van Gelder en ikzelf. Jochem, hartelijk welkom terug. Dag Sam, hi. Ja, Ben ik weer? daar is hij weer. We hebben de aflevering eens even goed ontleed. En nu is het tijd om gewoon eens even terug te gaan kijken, met name op jouw eigen avontuur. En dat vind ik altijd zelf het leukste onderdeel van de nabesprekingen met oud-kandidaten of oud-mollen. Is om even terug te blikken op hun eigen seizoen. Ik ga eerst eens eventjes met de basic info beginnen. En dat is, je hebt meegedaan in seizoen 17, 2017. Jullie zaten met name in Oregon. Je hebt natuurlijk de finale behaald. Je bent niet een oud kandidaat, je bent een oud finalist. En de mol in jullie seizoen was natuurlijk Thomas Kammaert. Thomas Kammaert, sorry. Ja, hoe heb jij dat seizoen beleefd? Ja, dat was toch wel een indrukwekkende belevenis hoor. Kijk, voorheen dacht ik van, nou ja, goed, je bent een paar weken weg en je doet wat opdrachtjes, maar ja, het is best wel heftig. Ik heb tot, denk ik, een jaar daarna er bijna iedere nacht over gedroomd. En dan loop ik weer ergens op de Oregon Trail. Of ik zit op... Ja, dat heeft toch wel best wel wat impact. En ja, voor mij helemaal, want ik ben sowieso niet zo'n reislustig type. Dus ik was al na huiverig, niet en wel. Niet huiverig om mee te doen, want het was in de familie Vreldo was het in ieder geval by far het favoriete televisieprogramma. Mijn kinderen zeiden van, goh, pap, als het verzoek komt, je doet mee. Dan zeg ik, oké, doe mee. En mijn middelste zoon heeft zelfs nog een keer contact gehad met de redactie toen ik een jaar niet kon. En ik heb twee keer al een eerder verzoek gekregen, maar toen kon ik echt niet. En die zag die mail en die heeft die onderschept. Die heeft op eigen houtje, ik geloof dat hij toen 10 of 11 was, heeft hij een mail gestuurd naar de redactie van, goh, wat ik had gezegd, en ik ben niet beschikbaar, en B, die opdrachten begrijp ik nooit zo Nee. goed. Dus ik denk ook niet dat ik een goede kandidaat ben. En mijn zoon heeft toen een mailtje gestuurd naar de redactie. Hij zei van, goh, nou, volgende keer zorg ik dat ik kan. En ik leg het spel goed uit, zodat hij in ieder geval goed voorbereid is. Dat is Mooi, misschien niet helemaal gelukt, maar dat hè? maakt niet Nee. uit. Maar de enthousiasme bij de familie was groot toen ik uiteindelijk wel mee mocht doen. Nou, wat ik net zei, niet zo reislustig. Ik ben, denk ik, ondanks het feit dat ik heel veel programma's heb kunnen maken waarvoor ik naar het buitenland moest, hè, Disney Club, Willem Wever, had ik altijd in mijn contract staan, nooit langer dan 10 dagen. Ja, als je meent dan Wie is de Mol en je zit de hele rit uit, dan ben je 3,5 week ben je weg. Dus ik had aan de voorkant wel ook met de psycholoog van dienst, hè, want daar hebben we allemaal gesprekken mee. Ik Ja. krijg allerlei tests. Heb ik gezegd van ja, het kan zijn dat ik na een weekje dat ik denk van ja, ik trek het niet meer. Ik wil gewoon weer, het is genoeg geweest. En die zei toen van nou weet je wat, dan doe je gewoon de test op jezelf en dan neem je heel veel tijd. En op een gegeven moment vlieg je er dan uit, dus dan heb je toch nog zelf Ja. onder controle. Ja, het feit dat ik 3,5 week geweest ben, dat is al... Dat is al een wereldrecord, dat ga ik nooit Ja. meer verbreken. Ja. En dat je in een heel gek verhaal stapt eigenlijk. Want je ontmoet 9 andere mensen die je eigenlijk nog niet echt kent. Je kan vanaf het begin niemand vertrouwen. Je wil eigenlijk heel snel een soort van vriendschappen sluiten. Maar dat is not done, want ja, je staat er toch alleen voor. En mensen zijn aardig voor je, maar in het spel na je ze waar je bij staat. Dus dat maakt het ook wel een hele eenzame missie. Nou ben ik van mezelf al redelijk een Einzelgänger, dus ik heb niet altijd zo'n behoefte om te socializen en dat soort dingen. Dus Nee. ik kwam daar wel redelijk mee weg. En dat maakt ook dat ik in ieder geval, ondanks het feit dat er wel een paar momenten waren, dat ik dacht van jongens, ik vind het mooi geweest, zit nu 4, 5 afleveringen in. Maar ja, dan belde ik met de thuisfront, die natuurlijk meeleefde. En die zaten 's ochtends vroeg om 1 uur of 5. Ik belde dan 's avonds, want dan was ik weer een ronde verder. En die zeiden: pap, wat er ook gebeurt, je komt niet naar huis. Nee. Je blijft daar, want je zit op het goede spoor. Dus Ja. ik kon niet, ik kon ook niet, ik moest die missie volbrengen. En ik heb op heel veel momenten gedacht: van ja, dit is het moment, dit is mooi geweest en ik ben tevreden. Ja. Maar ik kreeg nooit een rood scherm. Dus er waren ja, andere krachten en machten die bepaalden tijdens die reis dat ik gewoon toch tot het einde moest blijven. Ja.
Ja, ik kan me dat moment nog ontzettend goed herinneren. Stikte maar in uit rooijakkers bij een van die opdrachten met die hooibalen. Dat was dan zo'n biecht. Die hooibalen, ja. Ja, en ik kon het niet laten. Een molle opdracht. Goedemorgen. Balen. Dat is zo zwaar. Goedemorgen. Redelijk duidelijk. Dat is iets, jongens. Balen. Hooibalen verplaatsen. Dat is iets. Leg jullie weer even netjes terug? Ja, balen. Op dan toch. Zak er maar in. Act Rooijakkers. Nee, heb ik nooit gezien. Ik kon niet laten. Grappig. Ja. Dat was volgens mij het leuk. Eerste seizoen dat ik video's aan het maken was. Knap ik heb een, nou, dankjewel. Ik heb een aantal keuzes voor je. Dus of het een of het ander. Mm-hmm. Niet te lang over nadenken. Gewoon lekker erin. Koffie of thee? Ja, koffie. Kijk, lekker. Bank of bioscoop? Bioscoop. 1 vrijstelling of 3 jokers? 3 jokers. Praatjesmakers of Willem Wever? Praatjesmakers. Ja, toch wel, hè? Ja. En mol of kandidaat? Kandidaat. All right. Ik heb nog een aantal hele mooie vragen ingestuurd gekregen voor jou. Laten we die even kort doornemen. Kik van der Loo, ja, die vraagt, wat is jouw favoriete molseizoen zelf? Dat is het seizoen met Kees Tol. Seizoen 13, ja. Ik vond Kees een van de meest briljante mollen. Dat had niemand verwacht. Dan weet ik nog dat ik echt in shock was, dat ik denk, hoe kan het nou? Hoe is dit mogelijk? En wat heeft hij daar toch... Ja, dus die is in mijn hoofd nog blijven zitten, eigenlijk gewoon. Dus ik denk, het seizoen met Kees Tol... Seizoen met Mark-Marie Huijbrechts is natuurlijk ook leuk, maar dat ligt gewoon aan Mark-Marie. Die maakt gewoon leuke tv en waar die ook in zit. Ik heb het daar gisteren met iemand over gehad. Die wilde mij interviewen voor een podcast over Wie is de Mol? En wat ik daar allemaal van vond en wat ik er allemaal mee deed. En toen vroeg hij aan mij, wat is jouw favoriete opdracht ooit uit Wie is de Mol? En toen heb ik het gehad over het seizoen van Mark-Marie, seizoen 5. Dat ze daar aan die waterkant bij die zee staan. En dat Yvonne Jaspers en Isabel Brinkman, dat die in een bootje zitten en die moeten van alles opgraven van de bodem. En dan moet Isabel dat vanaf dat bootje naar de waterkant naar Mark-Marie staan roepen. En dan vraagt ze op een gegeven moment, schreeuwt ze naar Mark-Marie. Mark-Marie, als je mij kunt verstaan, zwaai dan even. En dan, ja, ha, Isabel, ik versta je. Nou, ik kijk dat ieder jaar nog een keer terug. Ik ga helemaal slaan. Mark-Marie, zwaai eens moord. Ik moet zwaaien als ik het gehoord heb. Ik heb het gehoord en ik zwaai. Ja, bij de hand Isabel en doof ook. Ja, dat is fijn om zulke mensen erbij te hebben. Ja. Die natuurlijk het spel spelen, maar ook een beetje tv maken. Ja. En bij die groep schuurde het heel erg. Hoorden we achteraf van Victoria Koblenko. Ja, ik nogmaals. Ja, en ik vind het altijd fijn als het schuurt. Ja. Als er frictie is. Ja, zeker. Als er, we hadden in ons seizoen hadden we ook vol frictie. Ik kan er niet te veel over uitweiden, maar in het geval vol frictie. Maar na afloop van de serie. Nee, maar na afloop van de serie gingen we ook met z'n allen ook lekker uit eten. En hebben we toch met z'n allen een bijzonder avontuur meegemaakt. Maar in het programma zelf. Ja. Oh, op een gegeven moment een bondje met Emmanuel en nou, die, dus, op een gegeven moment stampvoetend stond ze daar in een voormalige bordeel ergens in Amerika, waar ons hotel was. Ze was zo bloed fanatiek. Ja. Ja, ik vind dat vind ik leuk. En ik hoop dat dit seizoen nog een beetje gaat komen, dat ze... Mensen denken, jongen, wat is hier aan de hand? Want nu is het leuk en ze hangen bij elkaar over de nek of om de nek. En allemaal gezellig en leuk. Moet ik denken aan het seizoen met Eddie Lust, volgens mij. Dat ze s'avonds gewoon lekker met elkaar al die boeken vergeleken. Met wat heb jij opgeschreven? Heb jij nog leuk informatie? Ja, maar dan snap je het spel niet. Nee. Dat is volgens mij voor hun leuk, maar voor de kijker niet.
Ja, minder, hè. Dat is voor ons wel minder leuk. Maar volgens mij was Ellie sowieso wel iemand die gewoon de groep bij elkaar zette en eens eventjes rustig ging vertellen hoe dat wat allemaal moest gaan gebeuren. Ja. En mensen dachten... Dat is de reisleidster, hè? Ja, mensen dachten... Het was eigenlijk goed voor die serie dat ze in aflevering 3 of 4 eruit kunnen. Ja. Ze kon het spel echt op de wagen. Ja, oh, arme Ellie. WDM underscore 2022 underscore Hints, die vraagt... Als jij zou mogen kiezen... Wie uit jouw seizoen zou jij de mol gemaakt hebben? En dat is natuurlijk bijna een onmogelijke vraag, maar... Kijk, ik heb dat hele seizoen op Diederik gezeten. Ja. Dan zou ik zeggen... Had al Diederik... Ja. Ja, Diederik, als ik dan nu gewoon weer een beetje met een helikopterview boven die groep zou gaan staan... En dan zou ik... dan zou Thomas wel een goeie zijn, denk ik, toch. Zou ik misschien ook voor Thomas gekozen hebben, of dat hij bloedfanatiek was. En dat hij daarom denkt, dat is een echte kandidaat. En ik zeg dat vooral omdat ik in voorbereiding, want in voorbereiding op dat avontuur mag je altijd een gesprek hebben met iemand die ooit al met het programma heeft meegedaan. Ja. En ik heb ooit geluncht met Victor Brandt. En die hebben mij een aantal tips en tricks gegeven. En waar ik uiteindelijk, ondanks die tips en tricks ben ik toch in de finale gekomen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Een van de eerste dingen die hij zei, je moet een selectie maken. Je bent met z'n tienen, je 9 man in de gaten houden, dat lukt nooit. Dus je moet al meteen dat je denkt, als je weet wie er meedoet, selectie maken van, goh, wat zijn nou de namen die en stevig in de schoenen staan, die qua PR interessant zijn, die gewoon wel het een en ander hebben meegemaakt, ook qua bekendheid. Nou, daar zit hij tussen. De andere, streep maar door. Ja. Dus in mijn serie waren de anderen, bijvoorbeeld Vincent Vianen, waren Roos Slikker, Yvonne Koldewijer was nog wel redelijk bekend. Ja. Maar was sowieso Thomas Kamaar, nooit verhoord. Nee. Dus die heb ik al meteen geëlimineerd. Als je mijn molboekje ziet, is dat niks over Thomas Kamaar. Dan denk je, het is leuk voor die jongen dat hij mee mag doen. Nee, je gek. Dus dat is iemand die je niet verdenkt. Dat je denkt, ik heb in de serie zelf ook gedacht van, goh, hij zit er nog steeds bij. Hoe kan dat nou? Hoe is dat nou te mogelijk? En bij één opdracht... Bij 1 opdracht, het was volgens mij opdracht 3 in de duinen van Manzanita Beach. Ja. Bij die estafette opdracht weet ik nog dat ik een foutje maak. Ik hou een briefje achter en ik weet dat hij het weet. En ik zeg tegen hem, Thomas, als jij een mol herkomen. Niet weten dat hij de mol was natuurlijk. Ja. Ja, dat was echt exemplarisch voor hoe ik in die serie zat en hoe ik overal doorheen gezwijnd ben. dus ik denk dat ik zou ook Thomas Kamaar hebben gekozen. Ja, nee, snap ik. Duidelijk. Wessel Boog, die vraagt, wat gebeurt er eigenlijk nadat Art jullie een opdracht uitlegt? Krijgen jullie dan nog meer info of gaan jullie direct starten met een opdracht? Nee, we krijgen altijd nog meer info, want er zijn altijd kandidaten die het niet helemaal begrijpen. En ik weet dat Rick, die is op een gegeven moment bijna een beetje moe geworden van mij. Want die moest het 2 of 3 keer uitleggen. En voordat hij het goed en wel uit had gelegd, kwam ik weer iedere keer met een tussenvraag. Dus die werd op een gegeven moment, weet ik zeker, dat als hij er aan terugdenkt, dat hij denkt van ja, oké, Vergelder heeft leuke tv gemaakt, maar oh jongens, dat is vermoeiend. Dat hij nog steeds rode vlekken in de nek heeft. Ja. Ja, hij noemde me ook de kandidaat. Dus toen dacht ik, oké, nou ben ik echt te ver gegaan. Ja. Maar je krijgt wel degelijk nog... Pas als iedereen zoiets heeft van, oké, we begrijpen het. Pas dan begint het spel echt. Ja. Ja. En dat wordt natuurlijk uitgeknipt. Waardoor op beeld, als ik nu zit te kijken... Ik krijg iedere keer als er een opdracht wordt uitgelegd, breekt mijn zweet uit. Ja. Want dan staken voor mijn gevoel staken we. Ja, maar we moeten wel beginnen, maar dan ben ik... vergeten dat uiteindelijk, als je daar eenmaal staat als kandidaat, dat je wel degelijk nog extra uitleg krijgt. Ja. Dus dat krijg je gelukkig wel. Of het iets uitmaakt? Ja, dat is een tweede, hè? Ja. Inge van der Pas, die vraagt, wat maakte eigenlijk Sanne nou zo verdacht?
En wat was je favoriete opdracht uit jouw eigen seizoen? Nee, Sanne is mij nooit verdacht geweest. Ik wist bijna halverwege al dat Sanne het niet was. Nee. En dan denk je van, ja, hallo, maar je bent aan het einde op Sanne gegaan. Ja, ik had aan het einde, wist ik dus, toen Diederik eenmaal wegviel, mijn mol, dat Thomas het moest zijn. Omdat ik heb tijdens, dat zijn dan dingen die backstage afspelen. Ja. Tijdens de hele serie heb ik best wel vaak contact gehad met Sanne. Sanne had een situatie die eigenlijk tegenovergestelde was van mijn situatie. Mijn situatie was dat ik eigenlijk op een gegeven moment wel weer naar huis toe wilde, maar dat mijn thuisfront zei van, Jochem, wat er ook gebeurt, je blijft. Je bent goed bezig, pap, je komt niet naar huis. Yeah. Sanne, die had een man, die cameraman was, en die had al wat opdrachtjes staan. En die dacht, mijn vrouw die is met een weekje terug. Yeah. Maar dat was niet. Nee. En met 2 weken ook niet, met 3 weken ook niet. Dus die had eigenlijk, en dat vertelde ze ook eerlijk, moest iedere keer met lood in de schoenen gaan vertellen, naar huis te bellen, om te zeggen dat ze weer door was. Ja. Ja, dat kan je natuurlijk spelen. Ja. He, dan zet je nog een extra lijn uit om, maar dat was voor mij zo duidelijk. We waren ook allebei de wat ouder in de groep. Sanne is het niet. Maar goed, om die reden die ik net vertelde, dat ik niets, maar dan ook niets heb opgeschreven over Thomas in mijn molboekje, wel over Sanne, en geen enkele vraag beantwoord heb op Thomas, nee, en toch in de finale komen, ook heel knap. Dat is zeker knap. Dacht ik van, nou ja, als ik op Thomas ga, dan weet Sanne altijd meer, want Sanne en Thomas waren inmiddels heel close geworden, dus die wist ook heel veel van elkaar. Dus dat wordt hem sowieso niet. Maar misschien is nog 6% kans dat Sanne het is, dus laat ik dan maar gewoon op Sanne gaan. Ja. Maar eigenlijk was die finale plek voor mij al de hoofdprijs. Ja, precies. Ja, als je eigenlijk meedoet aan het programma en je denkt, ik probeer 4 afleveringen erin te blijven, dan ga ik lekker naar huis. Ja, dan is de finale plek is de absolute hoofdprijs. En daar ben ik tot de dag van vandaag nog steeds hoeveel geluk ik gehad heb. Ja. Nee, dat mag je ook zeker zijn. Dat mag je ook zeker zijn. En misschien heb je heel veel geluk gehad. Misschien betekent het gewoon puur en alleen dat de rest, zeg maar, die afviel, dat die gewoon minder goed was op dat moment dan dat jij op dat moment was. Ook al zat je niet op de goede mol. Maar ja, dat is allemaal mogelijk. Nou, als je het van tevoren zo bedacht had, dan was het tactisch briljant. Ja, absoluut. Toen had ik met Emmanuel. En ik wist mijn bondgenoot te overtuigen dat Diederik de mol was. Maar Diederik was de mol niet. Nee. Waardoor zij de test op Diederik altijd beter deden. Ja. Dan ik hem deed. En daardoor eruit gingen. Dat is, als je dat van tevoren zou kunnen bedenken, dan ben je een briljante speler. Ja, zeker. Het zou ook heel, heel stoer kunnen zijn dat ik dat van tevoren allemaal uitgedacht heb. Maar dat is toch ook zo. Dat de oplettende kijker wel heeft kunnen zien dat dat misschien niet zo was. Als laatste heb ik een vraag. Wat vond je eigenlijk van alle hints die door het seizoen heen, door de moloten en door de kijkers en door het forum, die allemaal naar jou moesten leiden, die hints? Heb je daar extreem om zitten lachen of dacht je van... Ja, nee, dat was de slagroom op de taart. Ja. Echt. En dan was ook nog de kerst op de slagroom op de taart. Was ook nog. Want dat is, want je maakt het avontuur mee. En dat is, ja, dan kom je in Nederland. Je kan er met niemand over kletsen, behalve met de vrouw met je kinderen. Dus op een gegeven moment denk je, is het nou wel gebeurd? En wat is er nou eigenlijk allemaal gebeurd? Er is heel veel gebeurt. Je zit in de snelkooppan en dan komt vervolgens het op tv. Dan zie je pas hoe mooi de omgeving was. Dan zie je pas wat er echt is gebeurd. Dan zie je pas wat de anderen gedaan hebben. Dat is eigenlijk misschien nog leuker dan het avontuur zelf. Ja. Dan komt daar achteraan nog een keer op zondag en die weken daarna. En ik heb ze allemaal zitten bekijken. Alle hints en theorieën. Ja, dat is fantastisch. En zeker jouw kant op komen, dat je denkt, ja, hoe leuk is dat? En dan is het nog leuker als het iets is wat je zelf bedacht hebt en wat je bewust gedaan hebt. En dat was van alle molacties die ik gedaan heb, van de 10 waren dat er maar 1 of 2, hoor. Die andere 8, het is gewoon echt dommigheid, maar dat maakt niet uit. Maar dat maakt het zeker... dat maakt het zeker fantastisch. En nog terugkomend op jouw vorige vraag stellen, want die vraag had ik nog niet beantwoord, wat dan de favoriete opdracht was. Ja. Ja, dat was voor mij natuurlijk Fort Rock. Was die rots
ze echt op onze buik in een soort van woestijn lagen. In het midden de paal met deze. Ja. En ik moest iets doen wat zo tegennatuurlijk voor mij was als wat. Want ik ben altijd best wel fanatiek gedreven. Ik wil snel op mijn doel af. Ik wil vooral niet wachten. En dat is ook wat dat betreft voor mij in mijn leven een mindset geworden. Soms wachten. Ja. Geduld. Wachten. Geduld. Ja. Ja, en dat heb ik in die opdracht ongelooflijk goed gedaan. Want ik heb alleen maar zitten kijken, zitten loeren en zitten denken. Oké, die zit daar, die zit daar. Dus dan moet Diederik die kant op zitten. Ja. En uiteindelijk heb ik zoveel geduld gehad dat ik... by far was het voor mij de meest bijzondere opdracht. En het was heel jammer dat bij die opdracht... een uur voor die opdracht, de drone... Want alle... De Mol staat natuurlijk ook bekend om de vele dronebeelden. Ja. Dat was met name een opdracht die ze bedacht hadden om met de drone van bovenaf te tackelen. Want dan kan je precies zien hoe iemand dichtbij komt. Dat was zonde, want een uur voor die opdracht is de drone naar beneden komen zeilen. Ja. Een zeer kostbare drone, dus ja, dat niet. Maar ondanks dat, ja, fantastische opdracht. En met heel veel warme gevoelens kijk ik daarop terug natuurlijk. De biecht hebben ze overigens niks van kunnen gebruiken. Maar dan heb ik alleen maar zitten janken dat ik in de finale zat. Dus dat zei Rick daarna nog. Hij zei, het was de mooiste biecht die wij hebben opgenomen. Maar ik kon er niks van gebruiken. Nee, we gaan hem niet uitzenden, Jochem. Dat spijt me. Niet oh. Alright, nou, wie weet ooit als ze... ik zeg ooit, dat is over 3 jaar. Als ze 25 jaar bestaan, dat ze van die nog nooit vertoonde... dat zou leuk zijn. Dat zou wel heel tof zijn. Ja, nou, bij deze Rick, als je luistert, wil het heel kort zien. Ja. Ik zou het nog wel eens willen zien, die beelden. Want ja, zeker. Ik denk dat ik gewoon, als ik het zie, dat ik weer vol schiet. Toch spanning en alles. En als je dan in de finale, je zit in de finale. Ik zat in mijn hoofd meteen Vondel CS en die enorme mensenmassa waar je doorheen loopt. Jochem! Ja. Ja. Mooier wordt het niet meer. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Jochem, mag ik jou ontzettend, ontzettend bedanken voor deze... en de nabespreking van afgelopen week. En voor dit heerlijke extra half uurtje wat we met elkaar hebben gehad. Ontzettend bedankt. Nou, leuk om weer even terug te blikken en het avontuur weer her te beleven. Ja. Dus dank je wel. Ja, heel graag gedaan. We spreken elkaar misschien nog even heel kort als bekend is wie het geworden is. Dat we even kijken van, hey, zaten we goed? Of zat jij misschien wel goed? Wie weet? Oh ja. Had ik dat al gezegd? Dat is misschien wel duidelijk dat we dat op beeld hebben. Dat ik vanaf het begin al bijna zeker weet dat Fresia de Mol is. Ja, precies. Nou, dan hebben we die ook staan. Hij nou, zit maar... nu op. Ik zit... weet je, het is zo moeilijk. Mijn hoofd zegt, het moet Kim Lian zijn. En als ik ga kijken op microniveau naar de aflevering, dan hoop ik en dan denk ik ergens dat Letitia of Thomas toch wel eens de mol zouden kunnen zijn. Okay. Met name Letitia. Dat zou leuk. Daar zit ik dan op. Als ik echt puur kijk zonder die... Oké, jij gaat voor Letitia, ik zet Fresia en dan komen we daar nog op terug. Ja, precies. En dan zul je zien dat jij weer met die theorie weer de finale zou hebben gehaald. En ik gewoon... ver van tevoren het veld heb geruimd. Ja.